het 7e Lauswold zomerconcert in de tuin van Lauswold. En wederom, we hebben weer fantastisch weer. Op een stralende dag als dit kan het ook bijna niet anders. Met zoveel mooie mensen om ons heen. We gaan er gewoon weer een feestje van maken. Hoe smaakt dat? Ja, goed hè? Ja? We zijn zo wend binnen hier op Lauswold. Altijd goed. Ja? Ja. Helemaal lekker. En waarom ben je hier op dit feest? Nou, wij horen van Lauswold. Dat vinden we mooi. We weten dat alle evenementen hier altijd heel mooi binnen. Maar je horen van Lauswold? Ja, ik hoor van Lauswold. Wat is dat nou weer? Wij ben je trouwd. En daarom hou ik van Lauswold. Oké. Nee, ik vind het nog steeds een van de allermooiste locaties van Friesland. Echt heel mooi. Op het Cambuurstadion mooi. Nou, dan mag ik jou toch teleurstellen, want dan ging ik toch voor Heerenveen. Dus, oh. Ja, dat is jammer, maar dat dacht ik dan toch maar. En heb je nou ik kleer speciaal kocht voor deze dag? Hakken. Je wil het niet geloven. Die jurk die ik aan heb, die heb ik al 15 jaar. En ik mag het misschien niet hardop zeggen, maar ik doe het toch. Die hoed is van Hannes en Moritz. Oké. Dus dat valt wel mee. Maar het ligt er maar aan hoe je het draagt. Maar wij mooi dat... We doen ons best. Maar wij mooi dan dat dan met het op sissen? Ja, weet je, ik denk dat als je... Dit is een toneelstuk wat er opgevoerd wordt, jongens. Ja, dat zo? Een mooi toneelstuk, hè? Een beetje een poppenkast. Een beetje een poppenkast, maar dat hoort erbij. Het hele leven is één grote poppenkast. En we lopen allemaal mee, hè? Altijd goed. Het is ongelooflijk in Nederland. Echt heel goed verzorgd. Maar u valt wel een beetje uit de toon, zo op uw picknickkleedje. Dit is van het ballet. Kan je het even close-up nemen? Het is van het Nationale Ballet. Nationale Ballet. Kijk, kan je oefeningen doen? Nee, serieus. Dit zijn balletoefeningen. Wat is dat dan? Ja, maar u moet toch keurig op uw stoeltje zitten? Nee, dat is het nou juist. Dit is een happening. Dat hoor je te ondergaan. Dan moet je juist niet in keurig op een stoeltje gaan zitten. Dat zijn juist de mensen die het helemaal niet snappen. Helemaal niet snappen. Zo ervaar je het mooiste, werkelijk waar. Oké. Van onder de tafel. Ik zit net toch niet onder de tafel, maar als echt die zon die brandt zo hard. Hier heb ik nog lekker veel schaduw. Hier een metaalbewerkingsbedrijf te geren al meer dan 30 jaar. En we maken van alles. Wat van metaal is? Van metaal maken we hier alles, ja. Ja. Plaatwerk, glaswerk, draaien. Altijd te geren? Ja, we altijd te geren geweest. Ja. Past net een trein tussen. Nee? Nee. Het is
van mijn zwager, komt net goed. Dus je maakt het tegeren? Ik wil mooi tegeren. Ja, ja, altijd tegeren. Ja. Maar dus ik nooit personeel gewoon? Nee, ik nooit. Wel stage is. Maar daar had ik me op. Ja, waarom? Nee, ik heb geen behoefte om. Lekker tegeren. Alles tegeren moet je. Ja. Dan een periode langer. Ja? Ja. Dat is altijd bandwest. Tegeren op vakantie. Ik? Ja, vaak wel. Maar had je dan altijd geerwerken, dan op vakantie ben je dan ik nog een keer bij elkaar? Ja. Kun je tekst maar dat? Dat ben ik nog een keer. Ja. Aardig een beetje. En dan die mensen zitten bij hem dan hoor. Nou, praten soms niet zo vallen. Soms zeg je ook haast niks. Nee? Nee, dan word ik een keer dat ding wat beleefd hebben. Nelts meer. Dat ding die je beleefd hebt, je bent altijd tegeren. Ja. Nou ja, beleven wel wat. Ja, maar ik altijd tegeren, denk ik. Nou ja. Maar je mag ik tegeren? Ja. Altijd als ze west? Vroeger bij Zwartman. En de laatste werk maar. Zien je niet zo wat? Tegeren, ja. Tegeren. Ik ben in het dorp. En hoe bevalt dat? Prima. Ja. Goeie buren. Ja? Ja? Ja, mooie streek. Ja. Ja. Hoe gezellig. Ja. Oh ja. Op zijn tijd gezellig, ja. Ja. Maar nooit een vrouw, hoor? Nee. We hadden dus Karel samen. Net echt verkeerd, nee. Mooi tegeren? Ja. Ja. En hoe lang ging je hem nog terug? Doe hem dit hier of het laatst. Dit laatst hier. Ja. En dan? Dan vat ik eraan niet. Vat ik eraan niet? Ja, vat ik eraan niet. Net erachter, maar lekker moeten door een bankje. Drop uit. Ja, zoveel dingen. Ja.